Deze X2 moet orde en regelmaat brengen in het leveringsprogramma van de X-modellen van BMW en wordt in maart met een hele makkelijke opdracht de markt opgestuurd. Kijk eens naar deze daklijn. Die is helemaal in lijn met de X4 en de X6. En dat was bij de vorige X2 wel anders. Het was echt een beetje een buitenbeentje qua vormgeving in vergelijking met de andere modellen. De even modellen van BMW zijn die coupé-achtige SUV's. En die oneven modellen X1, X3, X5, X7 zijn echt die traditionele SUV's. Nou ja, dit model, deze X2, deze tweede generatie, is nu eigenlijk helemaal in lijn met de andere coupé-achtige. Het leveringsprogramma zal bestaan uit een 1.5 driecilinder met 170 pk, kost €52.000. Dan is er een hele tijd helemaal niks. Dan komt de M35i met 300 pk, €84.000. Dan zal in de toekomst zal dat gat heus wel opgevuld worden. Allemaal automaten, een 7-traps automaat met dubbele koppeling. Twee diesels nog. Eentje met voorwielendrijving en 150 pk en eentje met 163 pk en vierwielendrijving. Voorwielendrijving kost 60, die met vierwielendrijving 63. En BMW verwacht eigenlijk het meeste van de iX2 modellen. De elektrische varianten, dichte grill. Later dit jaar wordt die leverbaar als voorwielendrijver met 204 pk, 64,8 kWh accupakket. Range van ongeveer 480 km. Volgens de WLTP. En dan is er het topmodel, het elektrische topmodel. Dat is deze versie, een X-Drive 30 met 313 pk en bijna 500 Nm. Die voorwielendrijver kost €50.000. Deze versie kost €60.000. Kijken we even naar de X1. Naar de prijs. Dan is deze iets duurder. Het is een beetje afhankelijk van de uitvoering. Maar de X2 is zo'n enkele honderden tot enkele duizenden euro's duurder. En die elektrische varianten. 11 kW AC laden standaard, optioneel 22 kW en 130 kW snel laden. 10 tot 80%, die 64,8 kWh accu, duurt 29 minuten. Niet super snel, maar wel cijfers waarmee die in het middenveld zit. En we weten van BMW dat die in de praktijk doorgaans een mooie laadcurve hebben. Nou, ik zei zojuist dat deze auto het heel makkelijk gaat krijgen, dat die met een makkelijke opdracht op pad wordt gestuurd, om het zomaar te noemen. En ja, dat heeft alles te maken met het uiterlijk. Die vorige X2 was niet echt een groot succes. En dat had natuurlijk te maken met dat wat vreemde uiterlijk. Ja, deze auto, ja, of het nou mooi is of niet, dat mag je zelf bepalen. Zet het onder deze video. Maar het is in elk geval een auto die veel meer uitgesproken is dan die vorige X2. Deze spoiler zit erop, om ervoor te zorgen dat hij op hogere snelheid met zijn achterzijde ook op het asfalt blijft. Of in elk geval de lift wordt verminderd aan de achterzijde. Ja, die typische coupé-achtige daklijn, zoals we die kennen van de X4 en de X6. En de voorzijde met optioneel een verlichte grill. Dat wordt echt een beetje het handelsmerk van BMW de komende jaren. Dus in het donker is dit verlicht. Valt echt op. En ja, en van voren doet hij mij een beetje denken aan die XM. Hij heeft een beetje de brani, een beetje de uitgesproken karakter van die hele grote, opvallende XM. Is het een mooie auto? Ik zei het net al. Wat vind jij? Laat dat weten onder deze video. En het totale voorkomen van die auto is wat uitgesprokener. Ik zei het net al. En het heeft alles te maken ook met de afmeting. Hij is 20 centimeter langer dan de vorige X2. Een stuk breder, hoger. Dus op alle fronten maakt hij meer indruk dan zijn voorganger. Kijken we even naar de X1. De afmetingen daarvan. Die is hoger, maar die is in totaliteit zo'n 5 centimeter korter dan deze X2. Hij is dus langer dan de X1. En dat zie je terug in de kofferbak. Die kofferbak is iets groter dan van de X1. Maximaal 560 liter. En bij de elektrische varianten is het 525 liter. Klap je hem plat, heb je 1400 liter aan bagageruimte. De milde hybride, die 1.5, is een milde hybride. Die heeft een 48 volt accu in de of onder de laadvloer en die heeft dan 515 liter. En het is in totaal zo'n 50 liter meer dan de X1. Ja, provocerend front, net als die X4 en die X6 en zeker die XM. Dat is toch een beetje de kracht van die coupé-achtige SUV's. En daarbij hoort ook deze sterk aflopende daklijn. Ja, wat merk je daarvan in het interieur? Nou, voor de benen natuurlijk niks. Zat beenruimte, 10 centimeter zeker. En die X1 is trouwens leverbaar met een verschuifbare achterbank op de
versies met brandstofmotor. En dat is dus niet het geval bij deze X2. Die heeft nooit die verschuifbare achterbank. Maar achterin is de hoofdruimte is echt matig. Ik ben 1,80 meter en mijn achterhoofd raakt al het dak. Dus zoek je een auto waarbij je vaak wat langere mensen achterin hebt of volwassenen, dan moet je zeker niet deze X2 hebben. Achterin is het vrij matig qua ruimte dan. Voorin is het dat zeker niet. Fijne stoelen, goede zitpositie. Eigenlijk dezelfde ervaring en hetzelfde dashboard als in de X1. Wat valt op? Alles boven kniehoogte zijn hele mooie, zachte materialen. Alles daaronder is zoals hier. Ja, dat is vrij hard en krasgevoelig kunststof. Niet heel fraai. Je ziet wel dat er op bepaalde punten bespaard wordt. Maar dat is bij de andere Duitse concurrenten eigenlijk niet anders. Dik stuur, zei ik al. Met hier de toetsen voor de cruise control. En hier voor de boordcomputer. En de layouts van je digitale display. Maar geen ronde meters meer zoals je dat eigenlijk bij BMW zou willen. Belangrijkste verbetering is het multimedia systeem, dat is geüpdate. Nog steeds heel veel pictogrammetjes of icoontjes, hoe je het wil noemen. Je moet echt scrollen als je aan het rijden bent om het juiste menu te vinden. Er zijn nu wel wat hoofdthema's aangebracht, maar dan heb je alsnog heel veel keuze. En ja, het werkt gewoon niet zo lekker als je aan het rijden bent. Je bent echt afgeleid, je moet mikken met je vinger. Nou ja, airco zit in het systeem. Opgewaardeerde navigatiekaarten en het hoofdscherm is ook wat overzichtelijker dan voorheen. Het is echt wel verbeterd, maar ik vind het nog steeds niet geweldig. Ik mis echt wat vaste toetsen. Hè? En natuurlijk helemaal die centrale draaiknop die nog wel op de grotere BMW-modellen zit. Maar goed, het is niet anders. Het gaat ook niet veranderen waarschijnlijk. Knoppen worden alleen maar minder. Hier heb je nog de hendel voor de rijstanden. Dus de algehele beleving is mooi. Mooie materialen, goede zitpositie. Maar ja, je ziet toch wel op bepaalde punten dat er bespaard is. Ik ben in Portugal in de buurt van Lissabon en dan is Amsterdam een behoorlijk stuk rijden. En in elk geval te ver om op één acculading te doen. Dus laten we eens even kijken wat hij doet als ik Amsterdam invoer. Nou, reageert snel op je input, het scherm, dus dat is goed. Hier heb je nog wat toetsen voor het hoofdscherm en voor het scherm met al die icoontjes. Oké. Nou, kijk eens aan. 10 laadstops nodig om 2283 kilometer af te leggen. Wordt keurig weergegeven en zo hoort het op een elektrische auto. En in de wintermaanden zal die ook de batterij voorverwarmen om meteen maximaal te kunnen snelladen. Zo, aan boord van de iX2 xDrive 30. Heel even wat veiligheidssystemen uitzetten, want hij trekt aan mijn stuur. Doe je met de knop hier op de middenconsole. Lane departure warning uit en speed limit warning uit. En dan geeft hij een melding van als je de auto uitzet en daarna weer opstart, dan is het om legal reasons staat het systeem weer aan. Dus eigenlijk verontschuldigt BMW zich een beetje voor al die irritante piepjes en trekken aan het stuur. Wat valt op aan boord van de X2? Nou ja, ten opzichte van de X1 zijn er een aantal zaken veranderd. De X2 wordt wat sportiever gepositioneerd. Dat betekent dat de veersterktes, die zijn wat hoger, dus die veren zijn wat stijver en de dempers zijn daar ook op aangepast. Besturing is in principe hetzelfde, dezelfde overbrenging, iets meer dan 2,5 omwenteling van links naar rechts. Maar de stuurbekrachtiging is wat teruggeschroefd, er zit een wat zwaarder stuurgevoel in, zegt BMW. Nou ja, ik merk het verschil in de besturing eigenlijk niet. Het is vrij licht, maar het is wel heel precies. Hij stuurt echt wel lekker. Er zit niet echt gevoel in of zo, maar dat eerste stuk, als je uit het midden komt, dan is die best wel direct. En daardoor reageert de neus enthousiast en scherp op stuurbeweging. Hij verandert makkelijk van richting, voelt gek genoeg best wel lichtvoetig aan, weegt iets meer dan 2000 kilo. En dat is
afhankelijk van welke versie met brandstofmotor je rijdt, kan dat wel oplopen het verschil tot 450 kilo. Deze auto heeft ook het M-Sport onderstel. Dat betekent dat die 15 mm verlaagd is. Dat die de sportsturing heeft, de sportbesturing. En die is nog wat directer. En dat die frequentieafhankelijke schokdempers heeft. Dat zijn Koni schokdempers, dus Nederlandse makelij. En die dempers zijn puur mechanisch. Die werken puur mechanisch, maar die kunnen hoge frequenties, bijvoorbeeld het klapperen van wielen op korte oneffenheden, kunnen ze scheiden van lagere frequenties. Dat zijn bijvoorbeeld koetsbewegingen in bochten tijdens remmen, tijdens accelereren. En tijdens de hoge frequentiebewegingen ontspannen die dempers eigenlijk. Dus dat voorkomt het geklapper op korte oneffenheden. Al voel je de grote wielen toch wel wat dreunen op echt een diepliggende putdeksel. En op glooiingen, dus bijvoorbeeld op hobbels in een snelwegbocht, ja, verstarren eigenlijk die dempers wat om die auto stabiel te houden. En dat zorgt voor een heel mooi uitgebalanceerd rijgedrag. Mooi comfortabel, stil. Rijdt hij dan heel veel sportiever dan een X1? Nou, zo wou ik het niet noemen, maar het is wel een auto die best wel wat rijplezier weet te bieden. En vooral door de eerste reactie op insturen. Besturing is ook heel mooi consistent in tegendruk. Er zit niet echt gevoel in, dat zei ik net al, maar hij is heel precies. Dus je kan die neusen, dat hij heel goed reageert op je bewegingen, heel goed plaatsen. En daardoor kun je bochten met vertrouwen aanvallen. Nou ja, dat zijn niet de belangrijkste zaken bij een X2. Hij heeft ook behoorlijk veel grip op de vooras. En daardoor kun je echt wel hard bochten induiken. Zoals hier. En dan blijft hij heel mooi stabiel. Achterzijde ligt eigenlijk heel stevig. Niet los, maar blijft gewoon de vooras volgen. En dat geeft vertrouwen. Dat geeft vertrouwen om wat harder te rijden. Maar het gaat eigenlijk om het comfort. Het onderstel is best wel stil. De hele auto is wel stil eigenlijk. En dat maakt het een lekkere auto voor dagelijks gebruik. Stuurt makkelijk, stuurt licht. Remt goed, rempedaal goed doseerbaar. En dus best een leuke auto om mee te sturen. Vierwielaandrijving, maar je voelt de achterkant eigenlijk niet duwen. Het is vooral de vooras die zich ook een beetje in de besturing meldt als je in een korte bocht wat vroeg op het gas gaat. Nou, ik rij hier in Portugal. Dat gaat op en neer, links, rechts. Niet echt een representatief gebruik voor Nederland. Maar ik zat op rond de 20 kWh per 100 kilometer. En dat betekent zo'n 324 kilometer aan range. Maar we hebben deze auto ook in Nederland. Of tenminste de X1 met dezelfde aandrijflijn. Ja, die auto's zijn gewoon heel goed vergelijkbaar. Die hebben we in Nederland op onze Eco-ronde gereden. En toen kwamen we uit op een verbruik van 394 kilometer op een volle accu. Dus ik denk als je aanhoudt dat deze auto ergens tussen de 300 en 400 kilometer aan echte range haalt. BMW zit eigenlijk altijd best wel in de buurt van de WLTP-opgave. Minpunt is duidelijk het zicht rondom. Hele dikke grote A-stijlen met een grote spiegel ernaast. Dus bij het oprijden van rotondes of het opdraaien van een T-splitsing moet je opletten dat er geen hele bus achter verdwijnt. En ook over de schouder naar achter is het zicht niet optimaal door die platte, brede achteruitstijl. Achteruit zelf heeft nog wel een redelijk formaat. Maar het is vooral schuin naar achter dat het zicht behoorlijk belemmerd wordt door plaatwerk. Motoren hoor je helemaal niks van. Wat je wel een beetje merkt is als je heel abrupt
van het gas afgaat, zoals ik nu doe, dan voel je een klein schokje in de aandrijflijn, doordat die motoren en transmissies in zachte rubbers hangen. Dat absorbeert heel veel geluid, maar je voelt dus wel een klein beetje dat die aandrijflijn zich zet in zijn rubbers als je abrupt het gas lost. Nou, leuk allemaal. Zo'n elektrische iX2, die zal waarschijnlijk best goed gaan scoren in Nederland. Maar ja, niet iedereen heeft zin in een elektrische X2. En om het contrast groot te maken heeft BMW hier ook de M35i. En die gaan we nu eens even op een mooi stukje Portugal de sporen geven. Dat was het verstandige deel, de elektrische X2. En nu gaan we door met de M35i. Iets minder vermogen, maar ik denk veel meer beleving. Veel strakker geveerd dan die elektrische variant. Stugger gedempt. Leuke plopjes bij het opschakelen. Je voelt hem ook echt een beetje trekken aan het stuur. Het is in de basis een voorwielendrijver. En als de voorwielen het niet meer aankunnen, dan gaat er maximaal 50 naar achter. Dus verwacht geen wild overstuur. Dus die overstuurindicator op dat stuur, dat is echt voor de show. 300 pk dus, 400 Nm. Ook zo rond de 5,5 seconden naar 100, net als die elektrische variant. En mooie sportstoelen. Maar om nou te zeggen dat ik weggeblazen word door het M-gevoel. Het is ook een M-performance, geen echte M. Maar er zit wel duidelijk meer sfeer, meer beleving. En voor je gevoel meer snelheid. Dat geluid, dat trekken aan het stuur, die plofjes bij het gas loslaten. Shift lights, ook goed voor de beleving. Terugschakelen reageert niet heel erg goed op de flipper. En ook het opschakelen zou wel wat meer feedback mogen geven. Het is een auto waarmee je heel makkelijk heel hard kan rijden. Goede carrosseriecontrole voor zo'n hoge auto. Je zware dreunen bij het opschakelen. Hangt best wel goed aan het gas. Maar terugschakelen gaat te langzaam of met te veel vertraging op de flipper voor een echt sportief gevoel. Maar er zit wel gang in. Het is vooral heel veilig, omdat je gewoon weet, die achterkant stapt nooit uit. Zeker niet op het gas. En op gas los gebeurt er eigenlijk ook niet heel veel. Geluid via de speakers. Je heese, schorre. Vreemde klanken. Is wel echt een stukje lekkerder dan die elektrische variant. Beduidend zwaarder. Reageert nog wat beter op het stuur. Is natuurlijk ook een stuk lichter dan die elektrische variant. En overal zit wat meer beleving in dan in die X-Drive 30. Is het leuk?
Ja, het is wel leuk. Maar om te zeggen dat het 84.000 euro leuk is, deze M35i. Nee, dat ook niet. Oké, nou weten we dat ook weer. Terug naar die iX2 xDrive 30. BMW brengt dus met deze X2 orde en regelmaat in zijn leveringsprogramma van X-modellen. Het verschil met zo'n X1 is qua totale beleving niet heel erg groot. Het is dus een auto die je vooral koopt voor zijn uitstraling, hè? Of die uitstraling nou positief of negatief is. Het is in elk geval meer uitgesproken, het valt meer op. En dat zal de belangrijkste beweegreden moeten zijn om voor deze X2 te gaan. Want op alle andere fronten voegt die eigenlijk niks toe ten opzichte van een X1.